Dit programma is mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW Achterhoek. Het is weekend en dus weer tijd voor Goede Zaken. Vanuit Schouwburg Amphion in Doetinchem presenteren wij weer een nieuwe aflevering van Goede Zaken. Het wekelijkse Gelderse businessprogramma waarin het wel en wee in ondernemend Gelderland wordt besproken. Ook is er aandacht voor het zakennieuws van deze week en volgt de zakelijke agenda. Hier is uw presentator Bert de Recht. Dank u wel, dank u wel. Welkom bij Goede Zaken, ons wekelijks businessprogramma. We zijn vandaag weer te gast bij Schouwburg Amphion in Doetinchem. En naast mij staat voor de tweede keer Ruud Veltenaar, die vorig jaar, dacht ik, stedendriehoek.net heeft opgericht. Klopt, Bert. Waarom? Omdat er een grote behoefte is onder de ondernemers en leiders om inzicht te krijgen in de transformaties die aanstaande zijn. Maar weer een bedrijvenclub. Is er nog wel ruimte voor bedrijvenclubs, ondernemersclubs? Er is geen ruimte voor een bedrijvenclub, er is geen ruimte voor een ondernemersclub. Maar er is heel veel ruimte voor stedendriehoek.net, omdat het een heel ander platform is dan wat er is. Wat is het verschil, kort gezegd? We hebben een academie waar we constant bezig zijn met ondernemers beter te maken op het gebied van inzichten, vaardigheden, competenties. We doen allerlei maatschappelijke projecten om de samenleving een beetje beter, mooier, leuker te maken. En in plaats van netwerken zijn wij bezig met verbinden, wat een heel andere dimensie heeft dan netwerken. Is dat de reden waarom ik geen lid ben? Omdat je denkt, ja, die jongen die kan ik niet meer verbeteren? Nou, dat is, ik denk dat jij de laatste bent in de regio, Bert, die nog geen lid is. Maar je bent van harte welkom. Oké, is het duur? Het kost bijna niks. Bijna niks? Bijna niks. Ik kom op de lijst. Heel graag. Ik word uitgenodigd. Alle ondernemende kijkers neem ik aan op Gelre TV en Graafschap TV. We gaan vandaag praten over familiebedrijven. Leuk. We hebben mooie gasten. Ja. En we gaan het ook hebben over het moeilijk kunnen lenen door het MKB, ZZP en starters. Dramatisch. Dramatisch. Echt waar. En dat stopt ook de economie. Ja. We gaan erover praten. Heel graag. Ja. Nogmaals, welkom bij Goede Zaken. We hebben een tafel met echte familiebedrijven, met opvolgers, met starters. We gaan praten met Richard Kremer van de beroemde Kremergroep uit Serenberg, met Bijn en Douwe. En we gaan praten met Rick, oorspronkelijk uit de Velswijk, want daar zat je opa, over familiebedrijven. Jongens, ze zeggen wel eens als je een bedrijf overneemt, ja, dan zit je in een gespreid bedje. Klopt dat? Ja, nee. Ja, je hebt in ieder geval een vliegende start. Daarna moet je toch echt zelf gaan doen. Echt wel? Ja. Geld de mouw opstropen? Absoluut. Ja. Geldt het ook voor jou, Bijn? Absoluut. Bij mij is de trein reed al en aan mij is het om de wagonnetjes achter de trein te koppelen. En dat lukt tot nu toe redelijk. Had jij dat niet kunnen doen, Douwe? Een paar wagonnetjes erachter? Ik heb genoeg gedaan, dacht ik. Ja? Daar gaan we het over hebben. Nou ja, Willy is wereldberoemd. Die heeft, is zo? Oh. Ja. Jij bent al lang in zijn voetsporen getreden. Geen gespreid beetje? Of... Nou, ik sluit me aan met bij de vorige. Nee, je moet echt van jezelf de schouders onder zetten. Je eigen team motiveren. De tijd gaat snel. Dus ook innoveren om weer de tijd bij te blijven en vooruit te blijven. En nieuwe dingen te doen. Juist. Heb jij geen bedrijf overgenomen van jouw papa of mama? Nee, mijn vader was helaas geen ondernemer. Dus het is allemaal op eigen kracht gebeurd. Maar het lijkt me fantastisch om dat een stukje empire over te dragen aan je zoon, ja, of aan je dochter. Ja, 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 ja. Vooral omdat ze zo meteen tegen riant de vergoeding aan de Chinezen kunnen verkopen. Daar zit jij natuurlijk ook op te wachten, Douwe, of niet? Ja, had je het niet beter aan de Chinezen kunnen verkopen? Had je meer geld gebeurd dan van Bijn? Nou, maar niet zo mooi. Daar hebben we het zo meteen over. Maar we gaan eerst even kijken naar het zakennieuws van deze week. De provincie Gelderland gaat gemeenten in de Liemers actief ondersteunen om hun duurzaamheidsambities op bedrijventerrein in de praktijk te brengen. In samenwerking met ondernemersassociatie Lindus hield de provincie een bijeenkomst over bedrijventerrein in Gelderland. Het thema van de bijeenkomst was bedrijventerreinen voor de toekomst met ruimtelijke kwaliteit. Op het programma stonden onder andere duurzame energiesystemen op bedrijventerreinen, werklandschappen en groene bedrijventerreinen en ruimtelijke kwaliteit en bedrijventerreinen. Een ontbijt met resultaat. Woensdagmorgen ontbeten de Doetinchemse wethouders Steven Kroon en Peter Drent met een afvaardiging van de Doetinchemse ondernemers in de binnenstad. Aanleiding is dat de winkeliers merken dat door alle wegwerkzaamheden in Doetinchem er minder winkelend publiek naar Doetinchem komt. Het was erg moeilijk Doetinchem binnen te komen, laat staan. Erg moeilijk om een parkeerplaats te vinden in Doetinchem. Nou, een parkeerplaats en bereikbaarheid is voor ons heel erg belangrijk als ondernemers. Wij zien heel graag goed gevulde parkeerplaatsen in de
in de gemeente. We hebben aan deze bijeenkomst gehad dat we goed met elkaar in gesprek zijn geweest. Goede afspraken hebben gemaakt over het goed communiceren over het feit dat die binnenstad wel degelijk bereikbaar is. En we hebben met elkaar afgesproken dat wij gezamenlijk gaan communiceren richting klant, richting burgers. Over het feit dat het nog steeds het waard is om naar die binnenstad in Doetinchem te komen. Er zijn duidelijke dingen over en weer uitgesproken naar elkaar. Daar hebben de ondernemers bij gezeten waar het om ging. Die dus daarin goed geïnformeerd of beter geïnformeerd zijn dan tot nu toe. En ik ga ervan uit dat de gemeente heeft wat huiswerk zeg maar meegekregen om wat dingetjes voor ons op te gaan lossen. En ik ga ervan uit dat dus nu ook gaat gebeuren. Een van de uitkomsten van het gesprek is dat parkeren in de Catharina garage voorlopig gratis is. Morgen is die Catharina garage gratis parkeren. Overmorgen bij wijze van spreken, weet het niet precies, maar er staat een pagina grote advertentie in de krant. Waarin we uitleggen wat er gebeurt, wat er met betrekking tot de bereikbaarheid van Doetinchem nog wel degelijk mogelijk is. En wat de reden is waarom mensen naar die binnenstad moeten komen. De ondernemers zijn tevreden met het resultaat. Daar zijn wij heel, heel erg blij mee. We hadden het graag nog wat uitgebreider willen zien. Maar goed, dat is dus tot nu toe niet de mogelijkheid. Maar goed, het is dan een hele mooie geste van de gemeente om dus ervoor te zorgen dat de parkeergarage die echt zeg maar in het hartje van het centrum ligt, dat, om die gratis te maken, zodat in ieder geval vanuit daaruit in die straten weer wat reuring gaat plaatsvinden. Avico in Steenderen en de vakbonden hebben afgelopen weekend een principeakkoord gesloten voor een nieuwe cao. Zondag werd bekendgemaakt dat de betrokken partijen een afspraak hebben gemaakt voor een cao die een looptijd heeft tot 29 februari 2012. De vakbonden dreigden vorige week nog met staking als de directie van Avico niet over de brug kwam. Hoewel de directie het ultimatum van FNV-bondgenoten liet verlopen, raakte de onderhandeling afgelopen weekend in een stroomversnelling. Golfbaan Het Zelle was afgelopen weekend het decor van het Achterhoeks Open. Een golftoernooi dat 300 golfers naar de Achterhoek bracht. 5 jaar geleden hebben we bedacht dat we een mooi golftoernooi wilden houden. Aanvankelijk zijn we begonnen met alleen mensen uit de Achterhoek. Maar al ras vonden we toch dat iedereen uit Nederland mee moest kunnen doen. Sindsdien hebben we eigenlijk een toernooi met daarbinnen 2 kampioenschappen. De ene is je kunt winnaar worden van het Achterhoeks Open. Dat kan ook iemand uit Rotterdam zijn. Of je kunt Achterhoeks kampioen zijn, worden en dat is degene uit de Achterhoek met de beste score. Een succesvol sportevenement. Ook van sponsorzijde werd het evenement aanschouwd. Zo liep Hessel Lubbers tevreden in de ronde. Het doel voor ons is om ons zeg maar te profileren binnen deze doelgroep. En daarnaast ben ik erg onder de indruk van de manier waarop het evenement door met name Paul Donen en Herman Mos wordt georganiseerd. En ik lever er heel graag een bijdrage aan. Het evenement was sowieso een prettig samen zijn, zowel op als naast de baan. Kees Hensen is blij deel uit te maken van het geheel op het cellen. Wij vinden het leuk om hier de horeca te doen en wij vinden het heel mooi om mee te liften op het succes van de Achterhoek Open. Want het is toch een toernooi echt met een faam die ver buiten de Achterhoek ook is. Het mooie hier van de baan is dat als je op sommige holes, als je niet gaat slaan en alleen maar stil bent, dan is het ook helemaal stil. Bij de mannen won Giebert Gommers het toernooi. Bij de vrouwen was Marlot van Hattem de beste. Deze man is een succesvolle duizendpoot. Zo maakt hij internetprovider Planet Internet groot. Hij is bestuurder, ondernemer, trendwatcher en investeerder. Met al zijn ervaring wordt hij ook steeds geleerder. Voor hem is Stedendriehoek net gesneden koek. Dames en heren, Ruud Veltenaar is bij ons op bezoek. Ruud, vorige week was je er ook. Toen hebben we het er al over gehad dat je bezig bent geweest in de ICT-sector, Planet Internet, Park Mobile. Volgens mij heb je ook nog voor Venten en Verfrissingen ooit iets gedaan. Die zaten bij ons in het fonds. En wat is bij ons in het fonds? Nou, maar dan een groot fonds ter beschikking waar we in technologie investeerden en een stukje incubatie deden. Okay. En Parkline en Parkmobile, dat je net noemde, was daar een van de producten van. Een van de producten van dat fonds. Nou ben je zowel bestuurder geweest als ondernemer. Ja. Wat is nou leuker? Een ondernemer is veel leuker dan bestuurder. Ja? Ja. Omdat? Omdat je, het is heel persoonlijk natuurlijk, hè, maar voor mij kan ik daar veel meer mijn passie en mijn talent in kwijt dan in besturen. Maar waar loop je dan tegenaan als ondernemer?
Vandaag mislukkingen, ja. Teleurstellingen. Mislukking is een perceptie die alleen maar in je eigen hoofd bestaat. Mm-hmm. Maar ondernemers die moeten een goede focus hebben en heel graag de dingen willen die ze willen. Dus de kunst van ondernemerschap is willen wat je doet en doen wat je wilt. Maar nou heb je ook de internetbubbel meegemaakt, de hype. Dus zul je successen hebben gezien, ook teleurstellingen. Absoluut. Welke? Nou, dichtbij als investeringsfonds toen de tijd hadden we 250 miljoen euro ter beschikking. En van de 10 investeringen gingen er 8 fout. Van de 10? En die 2 gingen dan zodanig goed dat je die 8 kon opvangen? Als je een goed fonds had, dan was die 2 ruim voldoende werd. Echt waar? Absoluut. Ja. Maar 8 fout kost geld? Standaard. Snel afscheid nemen. Dat geldt van alle investeringsfondsen? Nou, ja, er zijn erbij die het iets beter deden, maar het merendeel deden het nog veel slechter. Is het dan jammer inpakken en wegwezen en ervan leerden? Ja, je kan ook niet van al die investeringen leren. Soms moet je dingen loslaten. Niet alles kan goed gaan. En van je fouten leer je het meest. Dan zoek je steeds weer nieuwe uitdagingen. Wat is je volgende nieuwe uitdaging? Of is dat Stedendriehoek? Nou, dat is voorlopig Stedendriehoek. Maar in het verlengde daarvan, als er een grotere seniorenmarkt ontstaat, zou ik graag in het achterland waar nu iedereen wegtrekt naar de grote steden, dorpen willen inrichten waar oude mensen in samen met jonge mensen leven en voor elkaar zorgen. Krijgen die dorpen ook een burgemeester? Nou, dat ben je met z'n allen. Hè? Dus in het kader van nieuw leiderschap praat je over... Ik zie al de carrièrekansen, Richard. Hè? Ja. Nou, leuk. Ik geloof in collectief leiderschap. Collectief leiderschap. Ja. Nou, heb ik wel... Nou ja, nee, ik geloof wel in teamwork. Dat kan niet anders. En wat is dan je boodschap? Samen doen, bijvoorbeeld? Een boodschap is balans krijgen tussen geven en ontvangen. De balans, mijn huis heet de balans, dus ik geloof in evenwichten. Geven en ontvangen. Nou weet ik niet of mijn vrouw er zo over denkt, maar die ontvangt graag. En ik voel mij toch vaak een gever, maar het zal aan mij liggen. Is geen teleurstelling, ook een goed huwelijk is een goede ondernemer. Absoluut. Toch? Misschien is dat wel een leuke boodschap. We gaan zo meteen verder praten over familiebedrijven. Maar we gaan eerst even naar dus de boodschappen. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW Achterhoek. Installatietechniek en Kramer gaan hand in hand. En dat alles vanuit een heel mooi pand. Elektrotechniek, industriële automatisering en telematica ICT onder één dak. Met specialist alom, ieder zijn vak. Als familiebedrijf verwierf het reeds de nodige faam. Beste kijkers, onze gast Richard Kramer is zijn naam. Richard, je bent al vaker mijn gast geweest. Opvolger wat ik net al zei van Willy. Die in jullie nieuwe prachtige pand in Serenberg daar op de hoek een heel mooi museum heeft ingericht. Ja, we zijn er eens te gast geweest met VNO-NCW toen Gerrit Pillen nog geen voorzitter was. En Foppe Aterman de voorzitter. Gerrit zit in het publiek, dus die kan er wat van meenemen. Hoeveel jaar bestaat jullie onderneming? Nou, vorig jaar, 15 september, hebben we het 45-jarig bestaan gevierd. Dus nu september 46 jaar. Hè? Dus. Dan kun je dus zien dat jij de opvolger bent, want jij bent nog helemaal geen 45. Zo te zien. Nee, dat klopt. Wist je nou al in een vroeg stadium dat je in de voetsporen van je vader wilde treden? Of wilde je vader dat niet? Nee, mijn vader was, dat heeft hij best goed gedaan eigenlijk. Hij heeft altijd gewoon gezegd van volg je eigen passie, je eigen weg, wat je zelf wilt studeren. Ik ben toen HTS vliegtuigbouw gaan doen, dus wel de techniek in, maar dat leek mij toen leuk naar de middelbare school. Fokker gezeten als stage en daarna toch bedrijfskunde gaan doen, een MBA in Enschede. In Amsterdam met Transavia afgestudeerd, een beetje een combinatie van. En toen werd mijn vader, elk jaar natuurlijk ouder, maar toen kon ik er toch wel spelen van goh, wat wil je nou doen? En toen heb ik toch de stap gemaakt om naar de Achterhoek te komen. En langzaam, want ik ken hem bleef natuurlijk al jaren en kwam er ook al jaren, maar daar toch mee te lopen zeg maar. En in 2000 heb ik het dan overgenomen. En die combinatie techniek bedrijfskunde is denk ik heel plezierig. Nou, dat moet dat vanuit management optiek. Dat is een mooie combinatie geweest, denk ik ook. Ja. Maar niet dus met van oorsprong van wat jij het vroeg van dat mijn vader zei, je moet elektrotechniek of bestuurstechniek gaan studeren, want ik heb een bedrijf. Nee, totaal niet. En ik denk dat het ook heel goed is geweest. Ik weet niet hoe het bij de ander is gegaan. Maar doe gewoon zelf wat je leuk vindt. En op een gegeven moment gaan er toch, als je ouder wordt, gaan er dingen spelen, interesses worden gewekt. Ja, en mensen zo is bij mij gegaan. Als je zo'n zaak overneemt, hoe hou je vader buiten de deur? Nou, dat vind ik ook heel knap van hem, eerlijk gezegd. Hij had het over loslaten, dat doet hij dus wel goed. Hij heeft mij meegenomen. In het begin hebben wij
zaten we nog steeds trouwens op één kantoor als hij komt. Toen gelijk een kantoor met ons tweeën erop. En als er iemand aan de telefoon had, had hij de luidspreker aan. Kon ik een beetje meeluisteren hoe hij dingen regelde. En later deed ik dat ook als ik dan het gesprek overnam. En dat ging dus heel geleidelijk aan naar klanten toe. En heel langzaam trok hij zich terug. En hij komt nog steeds graag op de zaak. Dan mag hij voor mij tot zijn 100ste blijven doen. Ja. Maar hij weet heel goed dat hij dus dat moet loslaten en zich niet met dingen moet bemoeien. En als hij iets ziet, dan komt hij naar mij toe van: Richard, ik zie daar allemaal materiaal liggen bijvoorbeeld. En dat ligt er al een tijden, hoe kan dat nou? Of ik noem maar op, andere dingen die hem in het oog springen. En daar ben ik alleen maar blij mee. En voor mij is hij nog steeds een klankbord. Dus ik hoop dat hij nog tot zijn 110e blijft komen. Voelt het als een grotere verantwoordelijkheid, het overnemen van een familiebedrijf? Nou, het voelt wel aan natuurlijk dat er een hele historie ligt. Een plicht, ja toch wel, om dat uit te bouwen en dat groot te maken. En je zei net al van, je kunt het bedrijf aan een derde verkopen. Nou ja, mijn vader is natuurlijk heel blij dat hij nog gewoon binnen kan lopen en kan zien dat zijn babytje groter is geworden. En dat we nog steeds met een hele mooie club mensen met veel passie, onze credo is sinds januari passie voor techniek, om dat uit te bouwen. En daar zijn we dagelijks druk mee bezig met een hele groep mensen. En dat vindt hij volgens mij ook helemaal wij fantastisch, maar hij vindt het ook geweldig om dat te zien. Je ervaart dat niet als een ballast? Nee, hij zou weet ik zeker, super teleurgesteld ik kan het niet pittig beschrijven als ik zou zeggen, ik zou het van de hand doen, zeg maar. Ik zou het hem niet willen. Want het is nu al een aantal jaren geleden dat je het hebt overgenomen en het is, sinds die tijd is er nog wel wat gebeurd. Er zijn heel veel nieuwe activiteiten ontplooid, denk ik. Ik heb het in 2000 overgenomen. Ja, dan zijn we 11 jaar verder. Ja, dus in de afgelopen 10-11 jaar is ook heel veel gebeurd. Ja, we hebben een deel bijvoorbeeld in Tsjechië hebben dingen uitbesteed om een stuk flexibiliteit te krijgen. We zijn natuurlijk met camera's, ICT, met beveiliging, telefonie, duurzaamheid, zonnepanelen. Dus daar zijn we ook ingesprongen. Ik heb ook iets afgestoord, je moet keuzes maken. Dus we hadden daarvoor nog een vrij centrale vorm van loodgieterswerk. We hebben ons nu puur gespecialiseerd op alles waar een stroompje doorheen gaat, zeggen we altijd. Hè. Dus elektra in woningen, utiliteit, industrie. Besturingen daarvoor maken. We hebben 10 engineers zitten die besturingen maken, ook voor Campina, voor dat soort mannen, of dat soort bedrijven moet ik zeggen. En alles bij elkaar, zeggen we eigenlijk, als een stroompje erin gaat, kom naar Kramer en wij kunnen dat voor onze klanten regelen. Ik denk dat het in de gevelreiniging en onderhoud, dat daar minder technische ontwikkeling in zit, maar dat hoorden we zo. Nou, ben ik het niet mee eens. We horen het. Is de gevel van een huis wat oud? Dan is er Takkenkamp voor het gevelonderhoud. Het bedrijf hoort tot de grootste gevelbedrijven van Nederland. Een van de uitgangspunten is het ontzorgen van de klant. Takkenkamp maakt van uw huis een fijn verblijf. Rick Takkenkamp vragen we daarom de hem van het lijf. Rick, ik zei je net al, ik heb je opa en oma nog ooit geadviseerd. Dat is wel 35 jaar geleden, kun je nagaan. Dat heb je niet slecht gedaan. We staan nog steeds. Nee, maar laat ik het zo zeggen, het waren toen al hele innovatieve mensen met een bepaalde visie op de maatschappij en op wat er zo al boekhoudkundig ook gebeurde. Ik ken je vader ook van de Graafschap trouwens. Maar je zei net, naar aanleiding van Richard, daar ben ik het niet mee eens. Dan denk ik, gevelreiniging. Misschien een keer vroeger, dat deed ze toen veel. En dat is het dan, dat is niet zo. Nou, gevelreinigen, dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Je kunt het goed doen, je kunt het slecht doen, je kunt de boel vernielen, je kunt het milieu schaden. Je kunt een monument naar de knoppen helpen. En dat gebeurt ook dagelijks, dus daar is heel wat te vernieuwen. Het is wel een vak. Het is absoluut een vak. Ja, en het valt en staat met de man. Ja? Ja, absoluut. Ja. En nieuwe milieueisen veranderen natuurlijk het vak. Milieueisen zijn eigenlijk al wel jaren van kracht. Alleen de handhaving daarvan, dat zie je sterk verschillen per gemeente. Mm. Ja, en dat wordt een aantal gemeentes zeker strenger. Ja. Maar is het dan inderdaad zo, want dat begrijp ik niet uit je woorden, dat jullie veel monumenten onderhouden of ook gewoon mijn huis? We zitten eigenlijk het hele scala. We zitten van monumentenzorg, zeg een Paleis het Loo. Tot de woningen op de hoek en een aanbouwtje en alles ertussenin. En ook hele woonwijken. We doen daar zijn we echt op ingespeeld. Dus je kunt je voorstellen, een grote Phoenix-locatie die alleen gevoegd moet worden. Dat soort zaken doen we. Maar daarnaast zijn we Nieuwbouw is dat, hè? Nieuwbouw, ja. Maar bijvoorbeeld de fontein op het Binnenhof hebben we ook gerestaureerd. Ja. Ja, en dat is dan gewoon puur natuursteen.
Wat maar dat is niet reinigen, dat gaat veel verder dan een gevel reinigen. Wij zeggen, wij doen alles wat met stenen en mortel te maken heeft. Okay. Dus, dat kan dus natuursteen zijn, dat kan baksteen zijn en met de mortel die ertussen zit. Okay. En vaak moet je daar reinigen of moet je daar restaureren. En, dat gaat hand in hand. Dus wat jou betreft kan er niet genoeg zure regenwallen bedragen? Nee. Ja, dat is steeds minder geworden. Okay. Ja, nee, dat zorgt ervoor dat er minder vervuiling komt op de gevels. Okay. Ja. Okay. Nou ben jij de derde generatie, hè? Ja. Ik ken de eerste twee. Stel je voor zijn, dat is de opmaakgeneratie. Ja, de verwerver, de vererver en de bederver. Leg dan even uit waarom dat niet zo is. Ik doe sterk mijn best om dat niet te laten gebeuren. Nee, goed, dus geen vette Porsche en zo, want dat zijn de eerste symptomen. Ja, goed, het zal wel mooi zijn, maar... we proberen eerst een euro te verdienen voordat we een kwartje uitgeven, zeg maar. En dat credo, dat zit eigenlijk al... we bestaan... Dat deed je opa en oma ook, hoor. Ja, we staan bijna 70 jaar, hè. Ja. Dus, of eigenlijk ruim al 70 jaar. Dus dat is al jaren credo, dat moet je ook blijven doen. Jouw vader is niet meer in de zaak actief? Nee. Mijn vader is voorzitter geworden van onze branchevereniging. Oké. Okay. Sinds 2 jaar, dus daar is hij actief. Dus hij is eigenlijk op iets andere... Ja, iets verder van de pot aan het spelen, zeg maar. Ja, en de vraag die ik net Richard stelde tussen de uitzending door. Bij het overnemen van de zaak, heb jij de leiding overgenomen of ook de aandelen? In ieder geval de aandelen. En de leiding had ik al een tijdje. Oké. Okay. Ja, dus je bent nu enig aandeelhouder? Ja. Oké. Okay. Heb jij nou last of heb je, want je had het over stenen en mortel, hè? Dan denk ik aan bouwen. Hebben jullie nou, merken jullie wat van de bouwcrisis? Ja, absoluut. Ja. Ja, gewoon die... minder te voegen in Phoenix-locaties, minder nieuwbouwwoningen? Ja, de vraag zeg maar, uit de markt die is minder geworden. En de vraag die komt, die is moeilijk en die vergt veel aandacht. En ik moet zeggen, we kunnen onze mensen goed aan het werk houden. We hebben wat dat betreft zitten we nog een redelijke luxe positie. Mm-hmm. Maar je moet het doen voor veel minder. Met meer aandacht, meer zorg. Je moet echt vooruitdenken, innoveren. De prijsdruk? Sorry? Prijsdruk? Ja, behoorlijk. Ja? Ja, ja. Ten opzichte van vorig jaar, in een percentage? Ik denk dat wij ongeveer terug zijn bij 10 jaar geleden qua prijsniveau. Echt waar? Ja, en dat is in 2 jaar tijd gebeurd. Dat is wel heel fors. Ja, dat is echt heel fors. Dus dat is tientallen procenten? Ja. Marge of omzet? Die ingewikkelde vragen stellen. Is het ingewikkeld? Het is ingewikkeld. Okay. Ja. Maar het zijn jonge ondernemers, maar het is omzet. Die zijn wel wat gewend, toch? Zeg maar omzet. Omzet. Tientallen procenten marge hadden wij nooit in de bouw, hè? Nee, dat is eigenlijk. Precies, daarom zeg ik zeg maar omzet. Nu zeker niet. Nee. Want anders dan gaat hij het hebben over de tientallen procenten waarvan je later denkt, hé, waar staan die dan? Ja. Goed. Rick, ik wil alleen nog even weten of die crisis jou tot nieuwe activiteiten dwingt. Ja, wij zijn completer gaan werken. Wij hebben de laatste jaren ons echt gaan focussen op van wat wil die klant van ons en kunnen wij dat bieden. Een totaal verhaal zoveel mogelijk vanuit jou. En daarnaast de mens, de echte categorie mens. We hebben bouwvakkers die maken veel eenzijdige bewegingen. Dus wij zijn ons gaan verbreden om die eenzijdige bewegingen eruit te halen. En om mensen ook echt hun pensioen te laten halen. Mm-hmm. Oké, dat is heel belangrijk. Ook in het kader van zorg- en verzuimwetgeving. Absoluut. Het kost ook klauw met geld als je dat niet goed doet. Dus je ULON-kostprijs wordt beter en je bent weer uiteindelijk weer scherper in de markt. Het is je menselijk kapitaal. Ja. We praten zometeen verder over familiebedrijven, maar we gaan eerst even kijken wat er te doen is op zakelijk gebied. Leon ten Elshoff van Espresso Bar Gusto en Inge Klein-Gunnewiek van Ordning Fiscaal en Administratie houden op 14 juli de eerste vakantieborrel in Winterswijk voor ZZP'ers. De aanvang is om 8 uur bij Espresso Bar Gusto aan de Meadowse Straat. Organisator Inge Klein-Gunnewiek mist collega's sinds ze voor zichzelf is begonnen. Waarna het idee ontstond deze borrel bij Gusto te houden. Ondernemersplatform MKB Duiven staat dinsdag 5 juli stil bij het werken met Apple. Dan komt Frank Welte van automatiseervoormij.nl een spreekbeurt houden over de gebruiksgemakken van een Apple. Hij doet dat in Hotel Gieling in Duiven. De aanvang van de bijeenkomst is om 19:30 en meer informatie is op www.mkbduiven.nl te vinden. Druk is een term die zij wel mogen voeren. Met de drukkerij in Lichtenvoorde is het immers erg goed boeren. Dat de familieband ondanks de zaak is gebleven, staat boven iedere mogelijke discussie verheven. Longa 30, Darts en LZV. Echt iedereen klopt bij hem aan. Dames en heren, hier is zijn vader Douwe en zoon Bijn Westerlaan.
Douwe en Bijn. Bijn is een naam die ik nog nooit aan tafel heb gehad in al die jaren. Een hele mooie naam. Bijn en Douwe doet toch vermoeden dat het Friezen zijn. En zoals je kijkt weet ik bijna zeker dat je een Fries bent. Ja. Maar jullie zitten toch in Lichtenvoorde met Westerlaan. Ja. Hoe kom je nou in Lichtenvoorde terecht? Hervorming, hè? Hervorming? Ja. Dus je had net zo goed Luther kunnen heten? Ja. Eigenlijk. Nee, maar ach, dat gaat zo. Je kijkt om je heen en je zoekt. Ik ben in eigen bedrijf opgegroeid. En... Maar in Lichtenvoorde dan? Nee, in Berlikum, Friesland. Oh, oké. Okay. En toen was ik een jongen, mijn vader overleden. En ach, toen ben ik later het land tegengegaan, in Groningen gewerkt en hier gewerkt. En dan kom je uiteindelijk in het echte gebied van Nederland. En toen, waar de crisis het minst zwaar voelt. Waar de echte ondernemers zitten. Ja, Lichtenvoorde. Daar ben ik begonnen. Hoor je nou? Veldenaar. Dat moet het zijn, hè? Dat is het. Ja, ik ben blij dat ik hier... Dit is het beloofde land. Ja, absoluut. En daar ben ik begonnen. En wanneer was dat, Douwe? Wanneer ben je daar begonnen? In 1980. Oh, dat is ruim 30 jaar geleden. Ja. En jij zit in de zaak sinds? 1992. Dus na 12 jaar ben je in de zaak gekomen. En heb je het toen meteen overgenomen of heb je eerst meegewerkt? Nee, we waren eerst zijn een VOF geworden. Samen gaan werken. En in 1995 is helaas mijn vader door ziekteproblemen gestopt met werken. En in 2000 heb ik het bedrijf overgenomen. Eerste leiding, wat Ruud straks ook al vroeg. Eerste leiding door ziekte van pa en toen ook de aandelen. Inderdaad. Ja. Ja, helemaal 100% niet voor mij. Ja. En via die FOF-constructie konden jullie dat ook fiscaal gefaciliteerd doen, ja, denk ik. Toen was het nog FOF inderdaad en nu is er een BV en zullen jullie ook hebben wat andere structuurtjes eromheen. Allemaal in Nederland? In mijn boekjes schrijf ik dan, ja. In Bocholt heb ik dan een GmbH. Ja, oké. Okay. Nou, er zijn meer drukkers die in Bocholt een GmbH hebben, heb ik begrepen. Ja, maar die hebben daar misschien een drukwerkafdeling en dat heb ik niet. Ik heb een uitgeverij. Oké. Hebt ook een uitgeverij? In Waddinxveen een en eentje in Bocholt. Wat geven jullie uit? We geven alleen maar uit op het gebied van vissen. Vissen? Ja. Hengelen of echt vissen in een aquarium? Hengelen. Hengelen. Ja. Ik ben een sportvisser, zou je niet zeggen, maar... Dan kan ik je nog heel wat leren. Ja, zeker, want ik vang nooit wat. Echt, ik vang niks. Ik heb hengels in allerlei lengtes. Maar ik heb die bladen ook niet van jullie natuurlijk. Ik ben een visser van niks. Ik zit er altijd een pijpje bij te roken. Ik vang nooit wat. Wij drinken er een pijpje bij, maar dat is verschil. Heel goed. Ik denk ook dat vader-zoon constructies ook wel handiger zijn qua financiering. Hè? Dat het, je kunt er wat geld in laten zitten, je kunt wat makkelijker uit de startblokken komen. Nou, uiteraard ligt eraan hoe je het doet. Ik kan niet over de andere heren spreken. Maar je zult het toch moeten betalen. Het is een fabeltje als je broers en zussen hebt. Dat voor een nulwaarde mag overnemen. Dan hebben we nog onze Nederlandse staat. Die ook afkeurt weet wat als is. De waarde te laag is. Ja. Dus ja, goed. Dat vind ik een flauwekul. En net als wat bij jullie ook is, mijn vader komt elke dag nog op de zaak. Maar dan komt hij mag binnen bij moeder zijn vrouw niet roken en bij mij op kantoor wel. merken jullie wat van de crisis? Ik heb wel eens gelezen in de krant dat de crisis is inderdaad. Heel hard. Nee, maar uiteraard ook bij ons. Dat was 2008 hadden we nog helemaal geen last. In 2009 heb ik zelf nog mensen erbij aangenomen omdat het werk niet af kon. Ja, nee, ik was het 1 mei en had ik net de mensen aangenomen. Ik heb me 's middags om 3 uur een keer gebeld. Dat was het eerste telefoontje wat ik had. Ik dacht, die telefoon ligt eruit. Maar dat was niet zo. Ja, waarom? Ja, toen was het in één keer. En inmiddels hebben we daarop geanticipeerd. Hebben we wat overnames gedaan. Onder andere de uitgeverij in Waddinxveen. Die heeft heel veel drukwerk. Dus en ook net als bij Richard en bij Rick. Verbreding van activiteiten. Ja. Nieuwe dingen. Goed kijken naar de markt. Luisteren wat de markt wil. Ja. Wat trouwens een interessante ontwikkeling is, twee weken geleden werd aangekondigd dat Amazon voor het eerst in haar historie meer elektronische boeken heeft verkocht dan geprinte boeken. En het spannende was ook nog eens dat ze voor die elektronische boeken meer geld vroegen dan voor gedrukte boeken. Hoe kijken jullie tegen die ontwikkeling aan?
Uiteraard zullen er veranderingen in het drukwerk of in de afname van drukwerk plaatsvinden. Toch geloof ik dat het gedrukte boek altijd zal blijven bestaan. Mm-hmm. Ik denk ook dat er andere dingen blijven bestaan, die ga ik hier aan tafel niet noemen. Want de graasindustrie is het hardst getroffen. We hebben de meeste faillissementen van allemaal. Laten we dat dan voor ons houden, anders neemt iemand anders het appeltje ook over het eitje. Maar er gaan dingen veranderen. En maar waarom denk je dat het gedrukte boek blijft bestaan? Ik heb zo'n Kindle. En dan laat ik 10 boeken op als ik een beetje ga zeilen. En dan lees ik 10 boeken, kan ik notities bij maken, kan dingen geel maken. Ja, omdat je dat gedrukte boek nodig ik lees bijna geen gedrukte boeken. Om zeilen ook te kunnen vissen. Daarom. Omdat ze die niet op Kindles uitgeven waarschijnlijk. Nee. Dat is het. Nee, maar ik vraag me af waar je dat op gebaseerd is, je aanname, dat het gedrukte boek blijft bestaan. Nou, tot nu toe worden nog steeds meer gedrukte boeken verkocht als digitale boeken. Dat Amazon een leveren of een inkopen van boeken toevallig meer digitaal verkoopt. Als gedrukt kan ook wezen aan dat ik bijvoorbeeld absoluut niet Amazon verkoop als uitgever. Ja. Die willen zoveel korting. Ja. Ja, dat is voor jou niet interessant. Dan ga ik liever vissen. Ja. 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 En dat kun jij. Ben je tevreden over hem? Doet hij het goed? Ja, prima. Echt waar? Geen beter opvolger denkbaar? Nee, denk het niet. Heel goed. Dan gaan we, dat is een mooie boodschap. We gaan even naar de boodschappen. Tot zo. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW Achterhoek. Heren, we gaan het hebben over financiering in het MKB. En het moeilijke kunnen lenen, moeilijke banken. En als je starter of ZZP'er bent, dan kun je het helemaal wel schudden. Reageer maar op elkaar. We schijnen een nieuwe voorzitter te hebben bij MKB Nederland. Loek Hermans is weg. Ja. Hij is niet golfer, maar hij zit in de Eerste Kamer. Hoewel die ook aardig kan golven. En we hebben nu meneer Hans Biesheuvel. Ik weet niet of dat een zoon of kleinkind is van ooit de oude Biesheuvel. Maar hoe dan ook. Die zegt van ja, het lijkt wel op alsof banken geen vertrouwen meer hebben in de ondernemer. Alleen maar naar de risico's kijken en niet meer naar de ondernemer op zich. Terwijl ik denk, als ik bang ben en ik kijk naar deze tafel en ik kijk naar Douwe, dan denk ik ja, dat is een Fries. Die staat voor wat hij waard is. Altijd goed, toch? Ja. Dat is hem. Zo zeker als de bank van Friesland? Nou, ik weet niet hoe zeker dat hij is, maar ik ben wel zeker. Maar wat vinden jullie daarvan? Hebben jullie daar last van? Want als je nieuwe activiteiten ontplooit, nou, hoe kijken jullie aan? Nou, misschien wel leuk om in te haken. We gingen een nieuw pand bouwen, hè? Een duurzaam pand. Ook alle mooie duurzame installaties hebben we erin verwerkt. Daar kun je een groenverklaring voor krijgen. Daar moet je al heel veel regelgeving voor doen, hè, om aan je pand. Dat hebben we gedaan. En dan kun je weer aanspraak maken op een groen financiering. Nou, dat hebben we gedaan. Dan krijg je een 1% extra korting bij de bank. Is gelukt. Toen kreeg ik toevallig begin dit jaar, dus alweer 2 jaar geleden namelijk. Want de looptijd is dacht minimaal 10 jaar. Een brief, nou ja, door de crisis, die procentkorting, dat staat op de helling en dat wordt waarschijnlijk teruggedraaid. Ik dacht, heb je extra geïnvesteerd in je pand? Ook natuurlijk laten dat zien wat we allemaal dat, kunnen. Dat heb je toch op vertrouwd dan? Dat kan toch achteraf? Ja, nou, dat, zeg maar, ik heb het brief, niet. Ik heb hem op mijn bureau liggen. Daar wil ik ook wel op inhaken. Graag. We hebben een productiehal opgestart voor prefab elementen. Waar? In Zelhem ook. Okay. En wij willen ook een financiering voor de bouw van die hal krijgen bij de bank. En naar een onderhandelingsproces van zo'n 3 maanden hadden we eindelijk de stukken op tafel. Hadden we het gevoel van dit worden. Nou, werk hem maar uit. Hij komt binnen. Er zit hij had dus 3 maanden onderhandeld uiteindelijk, hè, over allerlei voorwaarden en tarieven. Toen kwam hij binnen en er zat gewoon 1 A4'tje bij. Wegens de huidige marktomstandigheden moeten we helaas 0,5% meer rente berekenen. Denk je, 3 maanden onderhandeld. De rente is hartstikke laag. Ja. Ja. Na 3 maanden onderhandelen. Ja. Als je dat met je klanten doet, dan heb je een probleem. Als hij na 3 maanden onderhandelen, precies, of je bent al tijden met je klant bezig en de druk werkt, dat kost zoveel. En na 3 maanden zeg je, ja sorry, het is crisis, het kost even wat meer. Dan heb ik al lang de herdruk geleverd als het goed is. Ja. 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 Heb jij lang geleverd. Ja. Ja. Dat is toch niet kosher, jongens. Dat is toch niet... Dan komt er een innovatiefonds, een 500 miljoen, 500 miljoen euro. Het barst al. Ik schrijf zelf ondernemerswijze. Het nieuwe druk is net uit. Hier staat Go-regelingen. Overheidsgarantieregelingen, borgstelling, MKB. Noem het maar op. Het barst van de regelingen. Hier op deze bladzijde heb ik er, God mag weten hoeveel staan. Allerlei borgstellingsregelingen. Maar in de praktijk, hoe kom je aan de centen? Nou ja, 0,5% opslag. Niet?
Nou, het probleem van banken is natuurlijk tweeërlei. Enerzijds is er een enorme druk vanuit de overheid om te voldoen aan nieuwe voorwaarden. Dus de controle op banken bij het risico nemen. Okay, maar... die is flink toegenomen, dat is geen sinecure. Maar een tweede druk die volgens mij nog veel meer aanwezig is, dat is de druk van de aandeelhouders om een bepaald rendement te halen. En dus bepaalde risico's te mijden. Oké, maar als ik nou naar dat innovatiefonds kijk, hè, dan noemen ze 10 sectoren. Ze noemen van alles en nog wat, behalve de bouw. Bouw zit er niet in. Nou, Henny van der Mors zou zeggen, jongens, daar begint het mee. Huizenbouw, komt de economie op gang, enzovoort. Zit er niet bij. Hoe kan dat nou? Duurzaamheid hebben we het altijd over. Dan denk ik, nou, maak dan op HR-ketels of zonnepanelen of isolatie. Doe daar dan de BTW 6%. Hè? Dan moet je dat wel meteen doen, want als je dat gaat beloven, gaat iedereen weer wachten totdat die BTW 6% is. Geldt ook voor overdrachtsbelasting, dat wordt dan gegild. Doe het dan meteen voor starters, want anders dan komt die markt nog niet op gang. Maar het is natuurlijk wel terecht dat de overheid zegt, wij willen dat er de fondsen die we ter beschikking stellen, dat die worden aangewend voor groeimarkten en voor groeiproducten. En daar hoort de bouw eigenlijk niet toe op dit moment, hè, maar nanotechnologie en biotechnologie, dat zijn dingen waar we in de toekomst een hele hoop ons kunnen onderscheiden als Nederland. Dus het is logisch dat de overheid daar voorwaarden stelt. Maar, dat snap ik wel. En ik snap ook dat ze controleren. Ik snap niet waarom je 86 handtekeningen nodig hebt. Dat schiet ook allemaal niet op. En ik zie ook niet in hoe ZZP'ers, die dan gewoon aan de slag willen, niet 25, 30 of 40.000 euro kunnen lenen. Nou, ZZP'ers zijn kansloos bij de bank. Kansloos? Echt kansloos. Starters, ZZP'ers, is toch de basis van de economie? Wat je net zei, qua duurzaamheid maakt de regering wel een fout in die zin. Wij doen heel veel in zonnepanelen samen met Fix, een bedrijf van CR Berg, waar we heel veel mee samenwerken. Als je ziet wat voor projecten dan in Duitsland al gerealiseerd hebben. Absoluut. En in Nederland doen ook best veel hoor, bij particulieren, bij boeren, noem maar op. Maar dat zijn allemaal toch een beetje de mensen die echt innovatief zijn. Terwijl in Duitsland gewoon een regeling bestaat die gewoon voor iedereen goed is. En kijk maar over de grens wat hier al ligt. Vlakbij, hè? En dat gaat door. Dus nou, in juli zou wel iets omlaag gaan. Dat hebben de Duitsers toch weer verlengd. De regeling blijft hetzelfde, in ieder geval minimaal weer tot 1 januari. Nou, dat zijn natuurlijk veel regelingen waar weer werk uit gegenereerd wordt. Maar ook nog weer goed is voor de energievoorziening enzovoort. Oké. Ja, dat zou de Nederlandse overheid kunnen leren. Ik weet wel dat toen jij vroeger een Heidelberger, zo heette zo'n pers, hè, geloof ik, een Heidelberger. Hij heeft het over Duitsland. Toen jij zo'n ding moest kopen, dan had je dat binnen een halve dag gefinancierd. Nou, dan kun je tegenwoordig wel schudden, denk ik. Jongens, ik heb een dilemma. Heren, sorry. Ja, ik zie jou, hè, jongens. Dankjewel. Jij bent nog zo jong, denk ik. Ja. Een dilemma. Ruud. In de schijnwerpers of tussen de coulissen? Tussen de coulissen. Toch wel? Absoluut. Oké. Okay. Maar je doet het hier goed in de schijnwerpers. Dankjewel. Richard, ik zag hem buiten staan. Elektrische auto of een benzineauto? De elektrische auto rijdt nu sinds 1 januari en dat is helemaal fantastisch. Het heeft af en toe een kleine nadeeltje natuurlijk, maar het wordt toch helemaal, dus zeker de elektrische auto. Ja. Maar daar kom je niet ver, hè? Want als je over de IJssel bent, moet je alweer tanken. Het duurt een half uur en ja, voordat je in Amsterdam bent. Als ik voluit 380 kilometer en ik merk dat het bijna niet voorkomt, omdat je een dag meer dan zeg maar 400 kilometer rijdt. Dus, nee? Nee, dat komt bijna niet voor. Ja, het is een rode, wat is het? Ja, een rode. Tesla, als je een rode auto ziet, een elektrische auto, er zit gegarandeerd Richard Kremer in. En ik, reinigen of voegen? Ja, beide. Ja, dat is nou voor een keuze. Nou ja, ik zou zeggen voegen. Als er nou straten, het nieuwe een woningen. Het een kan niet zonder het ander. Dus okay. Het hoort bij elkaar. Het hoort bij elkaar? Ja, absoluut. Okay. Ja. Dus geen dilemma. Douwe, offset of digitaal? Drukken. Beide. Beide? Ik heb beide. We hebben ook een digitale tak met Windows, dus het maakt mij niet uit als maar bij mij besteld wordt. Heb ik voor jou een dilemma. Starten of overnemen van papa? Overnemen. Overnemen? En omdat starten. Je... Ik heb beide gedaan. Waarom? Om te overnemen wat we nu gedaan hebben met de drukkerij, want dat is toch eigenlijk de basis waardoor ik andere investeringen kon doen. Gewoon de vertrouwdheid en ook de relatie die je als vader en zoon hebt. Ja, dat is iets wat ik niet zou hebben willen missen. De trots van de familie. Ja, toch wel, ja. Ja. Ja, dat is ook logisch, ja. Want hij heet Douwe, Bijn, zijn zoon Douwe, zijn kleinzoon Bijn. Ongetwijfeld Bijn. Ongetwijfeld Bijn, ja. Dus dat is, een... En die geven over 30 jaar, hebben we net gehoord, nog boek uit. Zeker. Absoluut. En die ga jij kopen. Wist jij dat als je 3 minuten een boek
op internet leest, meer milieuvervuilend is als een echt gelezen boek helemaal uitlezen. Zo, een echt gedrukt boek. Ja? Wetenschappelijk bewezen. Okay. Daarom blijven boeken altijd bestaan. Want iedereen is duurzaam. Duurzaam. Oké. En dat wist je helemaal niet. Absoluut niet. Wat mij verbaast. Nee, ik vind het fijn dat ik hier vanavond dit mag horen. En daarom, nou, ik ben blij dat je het zegt, want ik ben een bibliofiel. Hè. Ik hou van boeken, ik wil ze vastpakken. Beter als een pedofiel of niet? Nou, dat ben, ja, nee, ik ben, nee, zeker. Ja, bibliofiel klinkt eigenlijk ook, maar een bibliofiel, laat ik het uitleggen, is een boekenliefhebber. Absoluut. Ik barst van de boeken. Mijn vrouw wordt er helemaal gek van, want je komt ze overal tegen, ook op het toilet. En dat is wel eens handig als plotseling blijkt dat de inkopen bij een of andere supermarkt niet op tijd gedaan zijn. Dan kun je altijd nog de inhoudsopgave door midden scheuren en dan heb je altijd wat bij de hand. Nou, hoe dan ook heren, ik vond het fantastisch om 5 man aan tafel te hebben. Dat gebeurt niet vaak. Geweldig bedankt voor jullie inbreng. Hopelijk tot de volgende keer. Ik bedank u thuis voor het kijken. Volgende week zijn we er weer met ons geweldige businessprogramma. Graag tot dan en als altijd wens ik u goede zaken. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door VNO-NCW Achterhoek.